Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Dragon Castle uitleggen. En dat is eigenlijk gewoon een potje Mahjong, maar dan met bordspelelementen toegevoegd. En ik maak dit filmpje ook een beetje speciaal voor mijn tante, want die vindt en bordspellen leuk en die speelt vaak Mahjong, hoorde ik. Dus ik dacht, dan moet ze dit spel toch eigenlijk ook wel hebben. En hoeft ze de spelregels niet te lezen, maar kan ze mooi dit filmpje kijken. Dus tante, als je kijkt, doe even een duimpje. Maar goed, laten we snel gaan kijken hoe dit spelletje gaat. Om te beginnen krijgt elke speler een spelersbordje. Daarop ga je straks je stenen neerleggen en je tempels. En je kiest een van de borden waarop je gaat spelen. Speel je met z'n tweeën, dan speel je met dit bord. Speel je met z'n vieren, speel je met dat bord. Deze is voor een willekeurig aantal spelers en kan je zelf een beetje je indeling maken. En deze kant gebruik je dan nog voor drie spelers. Nou, ik leg het nu even neer voor wat zullen we doen, twee spelers. En op dat bord staat hoe je de stenen neer gaat leggen. Je begint eerst met alle vakjes waarin 3 ligt. Daar ga je 3 stenen op elkaar leggen. En dat doe je eigenlijk een beetje zonder echt te kijken. Gewoon random moet je die gaan neerleggen. Dus overal waar een drietje staat, leg je het 3 hoog neer. Nou, dan komt het er dus zo uit te zien. En je raadt het al, dan ga je nu op de plekken waar een tweetje staat, ga je het 2 hoog op elkaar leggen. En je pakt dus gewoon steeds willekeurige steentjes. En leg je dan met het plaatje naar boven, in dit geval 2 hoog, overal waar een 2 staat. En heb je dat gedaan, dan raad je het al, ga je op de andere vakjes waar een eentje op staat, daar komt simpelweg 1 steen te liggen. En zo ga je het hele bord vullen. En als je dan klaar bent, heb je uiteindelijk alle stenen op het bord gelegd. In je eentje ben je best wel even bezig, dus handig als je dat even met z'n allen samen opbouwt. En in het regelboek staan ook nog allemaal varianten hoe je het bord kan opbouwen. Naast het bord leg je de puntenfiches, waar de 1, 3 en 5 en de tempels. En elke speler krijgt alvast 1 tempel. Die tempel zet je hier even op je bordje. Hier op je bordje langs de zijkant kan je die tempels gaan verzamelen. Die kan je tijdens het spel hier gaan zetten op de tegels die je hebt verzameld. En dan ga je dan weer punten voor scoren. Op het grote bord zien we hier trouwens nog ruimte voor deze 2 puntenfiches. Afhankelijk van het aantal spelers, dus in dit geval met z'n tweeën, leg ik hier al een fiche neer. Daarna schuif je door naar links. En wat je overhoudt, dat leg je op het laatste vakje. Deze triggeren het einde van het spel, maar daar komen we pas als de bovenste 2 lagen van het bord af zijn. Zoals we nog maar 1 laag hebben. Dat ga ik straks uitleggen. Elke speler krijgt een overzichtskaartje. Daarop staat precies waar je je punten voor gaat krijgen. Wanneer je de tempels neer mag leggen, wat die tempels opleveren aan punten. En aan de achterkant staat je beurt. Je hebt als je aan de beurt bent de keuze om 1 van deze 3 opties te doen. Tenzij er nog maar 1 laag over is, dan krijgen we ook dit fiche als optie. Tot slot hebben we hier nog 2 type kaarten die extra acties of extra scores geven aan het einde van het spel. Voor je eerste potje wordt geadviseerd om het nog even zonder te doen. En dan bij een tweede potje kan je deze gaan toevoegen. En we hebben deze voor de startspeler, zodat je natuurlijk weet wie er is begonnen. En als iedereen zijn bordje en zijn tempel voor zich heeft liggen, zijn we klaar om te gaan beginnen. De speler die het laatste een draak heeft gezien, die mag beginnen. Dat zou waarschijnlijk in een film zijn geweest. En anders moet je gewoon maar zelf even bepalen wie de startspeler wordt. Ben je aan de beurt, heb je dus de keuze om 1 van deze 3 acties te doen. Maar hoe dan ook, welke van de 3 acties je ook doet, die actie begint altijd met het pakken van een beschikbare steen van de bovenste laag. En een beschikbare steen betekent een steen waarvan 1 lange zijkant vrij ligt. Deze kan ik dus niet pakken, want die zit aan beide kanten, zit daar nog een steen tegenaan. Maar kan dus wel deze, deze en deze, of deze, deze of deze pakken. Want dat zijn de stenen die hun lange zijde vrij hebben liggen. Dus die kan ik pakken. Dus ik pak bijvoorbeeld deze steen. En nu moet ik dan echt gaan beslissen welke optie van de 3 ik ga doen. De eerste optie is dat je 2 stenen pakt. De eerste steen pak je dus van boven. En de tweede steen is een beschikbare steen met een vrije zijde. Je mag zelf weten waar je die vandaan pakt. Dat mag van de bodem, de middelste of de bovenste laag zijn. Maar die steen moet wel precies hetzelfde zijn. Dus dezelfde kleur en hetzelfde aantal erop. Dus ik moet gaan kijken, ligt er nog ergens een gele 3 beschikbaar? Ik zie er hier een liggen, maar die ligt niet vrij, want er ligt nog een andere tegel tegenaan. Dus die optie gaat nu helaas niet. Dus misschien voor het voorbeeld doe ik even een andere optie. Ik pak deze steen weg. Een blauwe sneeuwvlokje. En als tweede actie zie ik deze hier ook liggen met een vrije zijkant. Dus als mijn actie 2 stenen is, dan was dit een geldige actie geweest. En die 2 stenen moet je vervolgens op je eigen bordje gaan neerleggen. Je mag helemaal zelf weten waar. Je mag ze uit elkaar leggen, tegen elkaar, naast elkaar, bij elkaar in de buurt. Leg ze bijvoorbeeld zo neer. Mag je helemaal zelf weten. En dan is je beurt voorbij en is de volgende speler aan de beurt. Doe ik hem even terug. De tweede optie die je kan doen is dus, en zoals gezegd, altijd begin je met het pakken van een vrije steen van de bovenste laag. De tweede optie is dat je maar 1 steen pakt en 1 zo'n tempel.
Ook nu geldt weer, de steen voeg je toe aan je bord. En de tempel die leg je bij je tempelreserve. Er zit geen limiet aan het aantal tempels wat je verzamelt. Maar zolang ze hier liggen, leveren ze aan het einde van het spel natuurlijk geen punten op. De derde optie die je hebt, is dat je een beschikbare steen pakt. En dat je zegt, ik ga geen tweede steen pakken of ik kan geen tweede steen pakken. Ik hoef ook geen tempel en ik wil hem dus eigenlijk ook niet op mijn bord leggen. Dan kan je ook gewoon zeggen, ik pak deze steen en ik leg hem af. Ik haal hem uit het spelletje, dus ik leg hem met het plaatje naar beneden ergens. En dan mag je één punt pakken. Dus je krijgt één punt en een steen waar je niks mee doet die je uit het spel haalt. Kan handig zijn om of daardoor een andere steen vrij te maken die je misschien later wel wilt hebben. Of misschien ben je zo gemeen om dan een steen weg te halen die iemand anders heel graag had willen pakken. Dus voor de zekerheid nog één keertje. Je actie is altijd het pakken van een vrije steen van de bovenste laag op dat moment beschikbaar. Dus de derde laag op, dan gaan we alles maar pakken van de tweede laag. Heb je zo'n steen gepakt, dan mag je er twee pakken als je precies hetzelfde symbool ergens anders ook nog vandaan kan pakken. Ook dan moet het weer een vrije lange zijde hebben om het te mogen pakken. Of je pakt de bovenste steen en je pakt een tempel. Of je pakt de bovenste steen, je legt hem weg en daarvoor krijg je dan een punt. Nou is de grap en de vraag van het spelletje natuurlijk, wat ga je doen met de tegels die je gepakt hebt? Daar ga je je punten mee scoren. Nou, in mijn eerste voorbeeld had ik bijvoorbeeld deze twee kunnen kopen. Later komt daar nog wat bij. Zo, en toen kwam deze er nog bij. En toen kon ik deze aanleggen. Op het moment dat jij vier stenen van dezelfde kleur aan elkaar hebt liggen, meer mag ook, maar vier is het minimum, zodra dat gebeurt, moet je die stenen gaan omdraaien. En dat geldt voor stenen die met de zijkanten tegen elkaar aan liggen. Zou hier ook nog een blauwe liggen, dan telt die niet mee, want die zit niet met een zijkant vast aan de andere tegels. Het gaat dus niet meer om het symbool, maar puur om de kleur. Heb je dat veroorzaakt, dat er vier dezelfde kleuren of meer tegen elkaar aan liggen, dan moet je die allemaal omdraaien. En daar krijg je punten voor. Heb je een setje van vier, zoals ik nu omgedraaid, krijg je daar twee punten voor. Maar je kan veel meer punten krijgen als je grotere gebieden in één keer afsluit. Krijg je bijvoorbeeld acht steentjes aan elkaar, krijg je daar acht punten voor. En voor elke steen meer krijg je dan ook nog weer extra punten. Nou, hoe kom je aan grotere gebieden? Bijvoorbeeld als het zo ligt, je hebt nu twee groepjes van drie, dus die worden nog niet geteld. Pas vanaf vier gaan we tellen. En je krijgt dan of een blauwe steen of misschien wel twee blauwe stenen. En vervolgens verbind je die groepjes. En nu heb je dus 2, 4, 6, 7 stenen verbonden. En krijg je dus maar liefst 6 punten. En ook nu, zodra je ze geteld hebt, moeten ze allemaal omgedraaid worden. Heb je je setje omgedraaid, dan mag je een tempel daarop gaan zetten. Heb je een rood, groen of geel setje omgedraaid, dan mag je één tempel plaatsen. Heb je, zoals ik net gedaan heb, een blauw setje omgekeerd of een zwart setje omgekeerd, dan mag je twee tempels neerzetten. Moet je ze natuurlijk wel hebben. En de paarse kleur zit er het minste in, maar maak je daar een set van, mag je ook twee tempeltjes daarop zetten, plus je krijgt één bonuspunt. En het kan een idee zijn om in het begin van het spel nog even te wachten met het plaatsen van je tempels. Want stel dat ik nu een tempel opzet. Aan het einde van het spel is deze tempel nu één punt waard, omdat hij op de eerste verdieping zit, op de eerste laag. Maar je kan nu ook verder gaan bouwen. Stel, ik wil voor groen gaan. En als je je steen neerlegt, mag je nooit plaatjes op plaatjes leggen. Je mag hem ook niet op een tempel leggen, kan ook niet. Maar je mag hem wel op omgekeerde stenen leggen. Zo bijvoorbeeld hier neer kunnen leggen. Nou, en even snel, stel dat ik dan daarna in de volgende beurt weer een verbinding maak. Heb ik nu een gebied gemaakt van 5. En je moet echt van bovenaf kijken hoe het tegen elkaar aan zit. De verdieping waarop een steen ligt, maakt niet uit. Hier liggen dus nu gewoon, als je van boven kijkt, 5 groene stenen met de zijkanten tegen elkaar aan. Dus ik krijg 3 punten. Het is groen, dus ik mag 1 tempel plaatsen. Nou, die heb ik nog. En die zet ik dan op de tweede verdieping. Want tempels op de tweede verdieping zijn aan het einde van het spel 2 punten waard. Nou, en zo kan je dus ook bouwen naar 3 verdiepingen. En dan zijn ze 3 punten waard. Het heeft geen zin om 4 of 5 verdiepingen te bouwen. Want het maximaal wat je krijgt voor je tempel is 3 punten. Als die op 3 verdiepingen of hoger ligt. Dus eigenlijk is het doel van het spelletje om lekker veel dezelfde kleuren hier te gaan verzamelen. En dan door het een beetje uit elkaar te leggen en te gaan verbinden, proberen wat grotere groepen in één keer te scoren, zodat je meer punten krijgt. En je wil dus een beetje de hoogte in, zodat die tempels meer punten waard gaan worden. En zo gaan we net zo lang doorspelen, totdat de bovenste twee lagen verdwenen zijn en we nog maar één laag hebben liggen. Dus alleen de onderste laag ligt er dan nog. Dan komt er een vierde mogelijke actie die je kan doen. Nog steeds mag je maar één van de vier acties kiezen. Twee tegels pakken, tegel met een tempel pakken of een tegel afleggen. Maar vanaf nu kan je dan ook dit fiche pakken. Dat betekent eigenlijk niks minder dan dat hij 2 punten waard is.
Maar zodra het fiche wordt weggepakt waar het uitroepteken bij staat, en dat is dan eigenlijk altijd het laatste fiche voor de stapel, zoals nu ook nog een speler dit fiche in zijn beurt wegpakt, zie je hier een uitroepteken staan, betekent dat de laatste ronde is aangebroken. Mocht dit de laatste speler zijn die deze ronde aan de beurt was, dan is het spelletje dus ook gelijk afgelopen en anders maak je de ronde nog even af. Daarom liggen hier nog meer fiches voor spelers die dan toch ook nog maar even zo'n fiche willen pakken. En dan is het een kwestie van de punten tellen. Je hebt dus tijdens het spel puntenfiches gekregen, punten gescoord voor het maken van die groepjes. Misschien heb je deze fiches nog gepakt. Vervolgens tel je alle punten die je tempels waard zijn. Dus deze tempel is 2 punten waard en deze tempel is 1 punt waard. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar van Dragon Castle. Mocht je een gelijk spel hebben tussen de winnaars, dan wint van die spelers degene die de meeste stapeltjes heeft waarbij de tegels bovenop omgekeerd liggen. Is dat ook nog gelijk, dan wint tussen die spelers de speler die de meeste tempels heeft gebouwd. Mocht zelfs dat gelijk zijn, dan hebben jullie een gelijkspel. Dat is een basisspelletje. Dan hebben we dus nog deze twee setje kaartjes die je toe kan gaan voegen als je nog wat meer variatie wil. Dit zijn de Favor of the Spirits kaarten. Daarbij zijn de kaarten horizontaal. Deze geef je een extra actie om te doen. En als er een lantaarntje op staat, is dat het meestal een teken van dat zijn de handige kaarten voor een eerste keer. Om er even aan te wennen. En in principe is er steeds één kaart per spel actief. En die mag je dan elke keer als je aan de beurt bent, mag je die eenmalig activeren. Ook hierin kan je weer variëren als je het eenmaal gewend bent om misschien 2 of wel 3 kaarten beschikbaar te stellen. Maar dit is dus een extra actie die je krijgt. Dat mag je niet gratis doen. Dat kost je of 1 tempel uit je reserve, dus niet die je al gebouwd hebt, maar die je hier nog hebt liggen. Of je moet 1 steen die met het plaatje naar boven ligt, moet je daarvoor weghalen uit je eigen gebied. En dan mag je de speciale actie doen die die spirit je geeft. Deze zegt bijvoorbeeld, in plaats van een setje van 4 mag je nu ook al een setje van 3 mag je scoren. En dan krijg je ook nog eens 2 bonuspunten voor. Als je deze activeert mag de tweede steen die je pakt, dus stel dat je ervoor kiest om 2 stenen te pakken, hoeven die niet precies hetzelfde te zijn als de kleur maar hetzelfde is. Nou, zo zijn er allerlei soorten acties die je kan doen, afhankelijk van welke kaart er komt te liggen. Dus deze geven je speciale acties. De dragon kaarten, die geven je extra punten aan het einde van het spel. En die punten krijg je door je eigen gebied op een bepaalde manier te gaan bouwen. Voor deze kijk je bijvoorbeeld voor elke 3 deze kleuren naar het grootste gebied wat jij nog open hebt liggen. En dan ga je bij je buren kijken wie het meeste heb jij dat. Dan krijg je daar 2 punten voor per buurman waarvan jij de meeste dan van die kleur en die kleur open als gebied hebt liggen. Met deze ga je precies kijken naar het midden van je bordje. En als dat symmetrisch is krijg je daar bonuspunten voor. En ook hier heb je weer gradaties in de kaarten en de lampionnetjes zijn dan de geadviseerde startkaarten. Je krijgt bijvoorbeeld 1 extra punt voor elke tempel die naast een drakensteen ligt. Je kiest 1 rij en 1 kolom. En daarvoor krijg je net zoveel punten als dat er tempels in liggen. En is die hele rij of die hele kolom vol met tempels, dan krijg je nog een extra punt. En zo word je weer gestimuleerd om je gebied in een bepaalde vorm te bouwen. Je krijgt een extra punt voor elke tempel die aan de grens van je gebied grenst. Enzovoort, enzovoort. Dus extra variatie. Je kan ervoor kiezen om 1 van elk toe te voegen. Of 1 van allebei. Of een aantal van allebei. Dat mag je lekker zelf weten. Maar daarmee geef je meer variatie en dus ook meer tactische mogelijkheden aan een potje Dragon Castle. Maar dat is hoe Dragon Castle gaat. Je gaat dus stenen verzamelen, die komen op je bordje terecht. Hoe groter de groep van 1 kleur die je uiteindelijk gaat verbinden, hoe meer punten je krijgt. Als je ze omdraait, draai ze om, kan je de tempeltjes op gaan zetten. En hoe hoger de tempel staat, hoe meer punten dat oplevert. Plus dus de variatie van extra scorekaarten of extra actiekaarten die je kan gaan toevoegen. Vind je Mahjong leuk? Vind je dit spel ook gegarandeerd leuk? En zoals ik in de intro al zei, ken je iemand die en spelletjes leuk vindt en Mahjong leuk vindt, dan mag dit spel eigenlijk niet in de kast ontbreken. Dus tante, veel plezier en veel succes. Mocht u nog vragen hebben over Dragon Castle, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.